Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. Leuk dat je kijkt richting de wedstrijd van de komende zondag. Want zondagmiddag om 2:30 wordt hier afgetrapt achter mij in de Goffert tegen FC Groningen. Eindelijk weer een zondagmiddagwedstrijdje. Maar voordat we daar naartoe gaan, kijken we eventjes terug naar afgelopen dinsdag. Er werd gewonnen in de beker en dat moet ook een goed gevoel geven natuurlijk richting die wedstrijd van zondag. Ja, nou dat sowieso. Je hebt gewonnen in de beker, ben een ronde door. Je hebt gezien dat er geen ABC'tje is in deze bekerronde, dus dat is fijn. 4 goals gemaakt, teruggevochten. 2 keer achtergestaan, 2 keer teruggevochten. Dus dat zijn positieve dingen die je meeneemt. Ik stond nog een nieuwe wedstrijd, maar dat geeft wel een goed gevoel. Ja, merk je dat deze week ook in de groep? Ja, na een overwinning is het altijd wat opgewekter uiteraard. We hebben ook nog een dagje vrij gehad tussendoor, dus dat is even lekker. En vandaag zijn we weer begonnen met Groningen. Nou, dat ziet er goed uit en dat geeft een beter gevoel uiteraard dan een nederlaag. Hij is even een seizoentje weg geweest, maar hij blijft gewoon publiekslieveling. Bijna nummer 1 wel, lijkt het zo, in het stadion. Un, dos, tres, Ivan Marquez. Hoe is het om weer terug te zijn bij NEC? I am very happy to be here back. In the beginning was a little bit difficult, no? Because last year I have no good period in Germany, but now I feel good. I feel again Ivan, and then it's good. And I'm happy because this is what is the most important in the football, to be happy. And now I'm again happy. The supporters, they didn't forget you, eh? No. This is important. I never forget them also, you know, because I love them very much. And then it's, the love is from both sides. The same is was from the beginning like this, no? They see me like I give everything in every game and every minute where I play. And then I think they feel, when you see one player like this, you are happy and that you have this player in your team. I think so. And yes, this is also, I feel they give me a lot of love and I'm very happy also. De supporters zijn hem zeker nog niet vergeten. Een speler met heel veel passie. Vindt ook trainer Rogier Meijer? Nee, zeker. Dat heb je ook gezien in de wedstrijd afgelopen dinsdag. Na verloop van de wedstrijd komt er ook iets los bij hem, maar ook bij andere spelers. En ja, dat kunnen we ook goed gebruiken. En je moet het altijd koppelen, denk aan voetballen en de taak die je moet uitvoeren. Maar dat kan hij. En ja, dan heeft hij wel iets extra's in een elftal. Ja, dan kijken we maar eventjes naar de wedstrijd van komende zondag hier achter mij in de Goffert. FC Groningen is dan de tegenstander. Ja, wat verwacht trainer Rogier Meijer van wedstrijd? Een wedstrijd met strijd, denk ik. Ik denk dat Groningen ook een ploeg is die veel energie op het veld legt. Veel spelers heeft die met loopvermogen die in de duels willen komen. Die misschien wat minder makkelijk tot kansen komen, maar wel echt een elftal, een team is. En daar zullen we tegen moeten voetballen en ook mee moeten duelleren om de wedstrijd te winnen. En ik denk dat het, een wedstrijd wordt met strijd. We zagen hem na het doelpunt van Zoontje Hansen naar zijn been grijpen. Hoe is het met hem? Is hij gewoon fit? Goed. Hij heeft gewoon getraind, dus daar is niks meer aan de hand. Het was niet zijn knie, hij had gewoon kramp. Het was dus net genoeg voor hem, dus die is er zondag gewoon bij. En dan de vraag, Sendler? Ja, als het goed is hij er ook bij zondag. Hè. We hebben nog 2 dagen, maar hij heeft vandaag gewoon meegetraind. Dus is tot nu toe beschikbaar voor zondag. Je zegt het wel voorzichtig, vind ik. Ja, maar ik heb ook geleerd van de afgelopen keren. Maar uiteindelijk hebben we nu 11 tegen 11 gedaan. Kleine partij gespeeld, dus we gaan morgen kijken hoe die ervoor staat. Maar het zag er vandaag goed uit. Dan heb je weer wat te kiezen achterin ook. Maar ja, eigenlijk als een fitte Sendler, die speelt gewoon toch? Kans is wel aanwezig dat hij speelt als hij fit is. En we hebben verschillende opties daarin ook getraind. En over het algemeen ben ik wel gecharmeerd van Philip, dus die kans is wel aanwezig. Een fitte Philip Sendler speelt altijd, aldus de trainer Rogier Meijer. De keuze wordt dus achterin gemaakt op een andere speler. Is het Ivan Marquez, is het Bram Nuiting, is het misschien ook wel iets met Verdonk of zo, Pereira? We gaan het zien. Zondag wordt er afgetrapt hier achter mij om 2:30. Wij zijn erbij, RN7 natuurlijk weer live op de radio, hoef je niks van te missen. Daarna natuurlijk weer de interviews na afloop van de wedstrijd. En maandag weer een nieuwe podcast. Dus graag tot de volgende.